Hoi, ik ben Polly Pocket. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. Let's go, Polly, let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Let's go, Polly. This is Polly. Let's go, Polly. Let's go, Polly. Aan de kant. Gaan we zo meteen in de af? Oh, sorry. Hey, ik ben Polly. Ik ben met mijn vrienden naar de Pollyville Kermis gegaan voor een rustig dagje uit. Hey, oh, kijk eens aan! Maar dat is duidelijk niet gelukt. Allemaal dankzij één kleine... Daar zit hij, op het strand! Ik zag hem net lopen aan de andere kant van de pier. Wacht, daar is hij! Daar is de puppy! Ik snap dat je misschien een beetje in de war bent. Nou, ik ook. Dit is hoe het verhaal begon. Oeh, ik wil in het reuzenrad. Nee, we gaan eerst nog even in de achtbaan. Als jullie maar niet vergeten dat we ook nog naar het strand zouden gaan om schelpen te verzamelen. Wat lief, een puppy. Ja, maar wat doet hij hier nou op de kermis? En hij is helemaal alleen. Het is maar een theorie, maar volgens de meest logische hypothese is iemand hem kwijt. Volgens mij is het meer dan een theorie, Shawnee. Kijk, hij is echt vermist. Oh hemeltje, we moeten zorgen dat hij weer thuis komt. Ik vraag me af of hij wel lief is. Zo te zien wel. Dit kleine vriendje wil gewoon spelen. Ja, hij is goed in verstoppertje. Dat ziet er gek uit. Bij jou ook hoor. Oh, maar laten we nu maar weer op zoek gaan naar die puppy. Daar is hij. Nee, Lea, hij loopt daar. Nee, Chrissy, ik zie hem daar staan. Ik heb bijna het idee dat er hier meer puppy's zijn. Dat is waarschijnlijk gewoon een optische illusie door de spiegels. Maar hoe kunnen we hier binnen dan ooit weten waar die echt is? Dat kan niet. Want de puppy gaat net weer naar buiten. Kom mee! Daar gaat hij! Nu hebben we hem hoor. Wacht, waar is hij naartoe? Daar! Geen idee. Ik heb nog nooit gelezen over zulk gedrag bij een zoogdier. Kijk! Maar hoe is hij daar nou weer terechtgekomen? Daar gaat het nu niet om. Grijp hem! Oh, zeg maar dat dit niet waar is. Dat kan ik je wel zeggen, maar dat verandert niets aan de waarheid. Oh nee, hoe komen we ooit bij hem als hij daar boven zit? Ik weet al wat! Kom mee! Zodra we bovenin zijn, kunnen we de puppy pakken vanuit het reuzenrad. Dit geloof je niet. Nu loopt hij gewoon weer daar. Maar hoe heeft hij dat zo snel gedaan? Wacht, kijk! We rennen nu steeds wild achter hem aan, maar we hebben hem nog steeds niet te pakken. Als we die puppy willen vangen, hebben we een plan nodig. Lea, jij hebt meer huisdieren dan ons allemaal. Heb je een idee? Oh, nu je het zegt, ja. Ik weet hoe we de puppy kunnen vangen. We moeten niet steeds achter hem aanrennen, maar zorgen dat hij naar ons toe komt. Door wat lekkers voor hem neer te leggen. Hier, jongen. Ja, lekker op, heel erg yummy. Wil je wat lekkers? Kom naar beneden. Wat? De popcorn is op. Tot zover het goede plan. Kom mee. Daar is hij, op het strand. Ik zag hem net lopen aan de andere kant van de pier. Wacht, daar is hij. Daar is de puppy. En nu weet je dus net zoveel als wij. En dat is niet veel. Het is allemaal best wel raar. Het lijkt net alsof die hond op twee plekken tegelijk kan zijn. Maar dat is echt onmogelijk. Of niet? Oké. Oeps. Het spijt me van al het lawaai. Dat hele verfblik is omgekiept. Hé, ik zei toch dat het me speet? Nee. Het is juist fantastisch dat er nu verf ligt. De puppy is er namelijk doorheen gerend. Kijk, dus nu volgen we gewoon het spoor. Als de bootafdrukken te zien, is hij op het strand. Zo is het bijna te makkelijk. Hij is daar onder de pier gegaan. Ja, en aan die kant kwam hij er onderuit. Kom mee. Hou je ogen goed op die afdrukken. Met zo'n duidelijk spoor kan ik me echt niet voorstellen dat die kleine puppy ons nog ontkomt. Ik wel. Oh, nee, hè. Hoe kan dit nou? Ik heb geen idee. Maar er is één ding dat ik wel zeker weet. Wij gaan die puppy vinden. Als we ons verdelen, kunnen we achter alle sporen aan. Chrissy? Polly, ik zie de puppy. Hij loopt weer over de pier bij de spellen. Ik kom er meteen aan. Lea, Chrissy heeft de puppy inmiddels gevonden. Chrissy? Maar ik zie de puppy hier lopen. Hij rent hier gewoon voor me over het strand. Serieus? Het strand? Oké, rustig. Ik kom meteen jouw kant op. Laila, ik heb het nu eventjes druk. Te druk om een puppy te komen vangen? Ik zie hem nu vlak bij de achtbaan zitten. Maar hoe kan het... Laat maar zitten, ik kom eraan. Polly, kom zo snel mogelijk richting het reuzenrad. De puppy zit hier voor me. Maar Laila zegt net dat hij bij de achtbaan zat. Huh? Ik weet niet waarom ze dat zei, maar ik zie hem hier nu echt zitten. Kijk maar. Dat lijkt me duidelijk. Goed gedaan, Shawnee. Lea, Laila, Chrissy, kom nu snel hierheen. Ik zou wel willen, maar ik heb het nu te druk met de puppy in de gaten houden. Oh nee, hè? Ik snap echt niet hoe dat kan, hoor, want ik zie hem hier nu vlakbij zitten. Ik denk dat jullie allemaal een bril moeten gaan halen. Maar dan wel nadat jullie me geholpen hebben met de puppy. Want hij zit hier recht voor me. Ik begrijp er niets meer van. We zien hem hier toch echt allebei? Het logische gevolg is dat anderen het mis hebben. Het is mogelijk dat ze door al dat heen en weer gerennen in de volle zon een lichte zonnesteek hebben opgelopen, waardoor de kans bestaat dat ze dingen zien. Huh? Polly? Het lijkt me simpelweg onmogelijk dat Chrissy, Lea en Laila de puppy alle drie tegelijk konden zien. Zeker aangezien Sean en ik hem toen ook zagen. Maar ik vertrouw mijn vriendinnen en twijfel niet aan ze. Zelfs als daardoor iets onmogelijk lijkt te zijn. Dus ik vergeet nu maar even wat er wel en niet mogelijk is en probeer de zaken te bekijken vanuit een ander standpunt. En vanaf hier kan ik alles heel goed overzien. Ik kan de hele kermis bekijken en het strand en... Huh? 1, 2, 3, 4 puppies! Oh, nu begrijp ik ineens hoe het kan dat die hond op twee plekken tegelijk was. Maar hij, ik bedoel zij, zullen nu niet meer ontsnappen, hoor. Oké, Laila, ik heb nu een goed beeld van jou en de puppy die voor je loopt. Als je links gaat, kun je hem afsnijden en grijpen bij de pier. Dankzij jouw hulp, Polly, kon de puppy me niet meer ontglippen. Dat was een heel goed plan. Dat was het zeker. Het was zelfs zo goed dat we nu allemaal een puppy hebben. Maar hoe kan het dat we nu ineens zoveel puppies hebben? Omdat er de hele tijd al 4 waren. Kijk! De puppies! Wacht heel even. Mijn mami zal jullie een beloning geven. Oeh, de puppies zijn terug. Ik ga snel naar mami. Jullie hebben de puppies. Ze zijn eindelijk weer thuis. Wie zijn jullie? De puppies. Ze zijn er weer. Ik ga snel mami halen. Snapt iemand nog wat hier gebeurt? Oh, kijk nou toch. Daar zijn de puppies van mijn meisjes. Aha. 4 dezelfde puppies voor 4 dezelfde meisjes uit een vierling. Echt ontzettend bedankt. Ik zal een beloning voor jullie halen. Oh, dat hoeft niet. Dat de puppies weer veilig zijn is al genoeg beloning. En trouwens, wij moeten nog even gaan ontspannen op de kermis. Nou, het was niet makkelijk, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Polly? Oh, daar gaan we weer. En dit is Pollyville, de beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Let's go Polly, this is Polly. Let's go Polly. Hoi, ik ben Polly Pocket en ik weet al wat je denkt. Waarom rijdt ze nu op hoge snelheid door Pollyville met 37 ballonnen, 59 stoelen en een hond? Nou, het begon allemaal eerder vandaag, hoewel het toen eigenlijk een heel normale ochtend leek te zijn. Als je het tenminste normaal vindt om met je vrienden een modeshow in de tuin te gaan houden... Juist, ja. Want het is pas echt leuk als het helemaal perfect gaat. Wat kan er misgaan? We lopen zo gewoon over de catwalk. Maar je kunt toch helemaal niet verkeerd lopen, Laila? Of wel? Natuurlijk kan dat wel, Lea. Modeshows lopen is een kunst op zich. Echte modellen kunnen jarenlang trainen op een pasje als de gekruiste overstap. Kijk. Zelfs ik heb het nog niet helemaal onder de knie, zoals je ziet. Als we willen dat onze modeshow perfect wordt, dan doen we alleen de simpele stapjes. Maar maak je geen zorgen. Doen we niet. Er is geen reden tot paniek. Er is niemand in paniek, Laila. Want ik heb deze bij me. Hier, mijn geluksarmband. Wat een schitterende armband, zeg. Heeft hij je echt wel eens geluk gebracht? Oh, dat weet ik niet hoor, meiden. Maar ik draag hem graag bij speciale gelegenheden. Vind je dit al zo speciaal dan? Volgens mij is het maar een modeshow in een achtertuin. Als het op mode aankomt, dan is elke gelegenheid vanzelf een speciale. Op de plaatsen, meiden! Welkom bij onze allereerste jaarlijkse Pollyville achtertuin modeshow. De meiden dragen allemaal een prachtig setje dat is gemaakt door onze eigen Chrissy. Ons eerste model is Laila. En wauw, het is duidelijk te zien dat zij hier vandaag niet voor het eerst op een catwalk staat. Nee, jullie doen het verkeerd. Doe maar gewoon na wat ik doe. Nou, we hebben je precies nagedaan. Polly, zo erg was het toch niet? Nu kunnen we tenminste naar de schoonheidssalon. Om ons weer eventjes goed op te frissen. En volgens mij vond het publiek het een fantastische modeshow. Ja, het is alles behalve een ramp geworden. Nou, ik hoop maar dat jullie mij niet de schuld geven. Nee hoor. Want het zou nooit mijn schuld kunnen zijn. Als het op mode aankomt, maak ik geen fout. Oh, kom op. Iedereen maakt toch wel eens een fout? Ik niet. Ik loop al de hele tijd te denken waarom onze show nou niet helemaal perfect ging. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Oh, dat zal het zijn. Het komt vast door mijn geluksarmband. Wat bedoel je? Nou, op de een of andere manier heeft hij me in plaats van geluk ongeluk gebracht. Armbanden kunnen geen ongeluk brengen, wetenschappelijk gezien dan. Nee, dat moet het zijn geweest, want het was in ieder geval zeker niet mijn schuld. Ik doe hem wel even af en dan zul je het zien. Hij is vast klem komen te zitten toen ik viel. Laila! Oh nee! Snel, Shawnee, zet hem uit! Ik wilde het eerst niet geloven, maar het is blijkbaar toch zo. Het geeft echt niet, Laila. Niemand van ons is perfect. Wat? Nee! Ik bedoel dat het blijkbaar waar is dat mijn armband vervloekt is. En nu brengt hij ongeluk. Ik herhaal, armbanden brengen geen ongeluk. Wetenschappelijk gezien dan. Hè? Ja, ik denk dat je gewoon even je gedachten moet verzetten. Kom, we gaan naar buiten en dan gaan we... Ik kan toch niet naar buiten met dit ding? Dan word ik waarschijnlijk geraakt door de bliksem. Of krijg ik misschien een piano op mijn hoofd. Maak je niet druk. Jij hebt makkelijk praten, ja. Want jij hebt geen ongeluksarmband op je pols zitten. Ik ga zo echt niet naar buiten, meiden. Gaan jullie maar vast. Ik haal haar wel. Laila, alles oké? Nu weer wel, ja. Ik heb wat spullen gevonden om een probleem op te lossen. Denk je dat dit geluk brengt? Het brengt waarschijnlijk wel aandacht. Nee, geen spiegels. Straks breek ik hem. En dan krijg ik nog meer ongeluk. Doe toch niet zo belachelijk. Moet je jezelf zien met al die klavertjes vier en hoefijzers. Ik weet het. Het is vreselijk onmodieus. Oh, Polly, je moet me echt helpen. Geen probleem. We gaan wel wat regelen. Gaan? Waarheen? Misschien komen we onderweg wel een zwarte kat tegen. Kom er maar mee. Die armband zit wel heel goed vast, zeg. Nou, als je dat ding niet los kan krijgen, kun je Laila dan tenminste laten zien dat dat ding geen ongeluk brengt? Natuurlijk, want vergeet niet, een armband kan geen ongeluk brengen. Wetenschappelijk gezien dan, hè? Juist. Het is niets anders dan kansberekening. Oké, goed. Hoe groot is de kans dat je aan Laila wetenschappelijk kunt bewijzen dat het zo is? Oh, dat lijkt me wel een haalbare kaart. Dit is kaartbot. Ze is geprogrammeerd om net zo vaak een spel te winnen als te verliezen. En dat gaat altijd goed, want geluk en ongeluk bestaan helemaal niet. Kijk. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer zal Laila winnen. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer... Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot, kaartbot, kaartbot. Win, win, win. Huh? Dat is echt nog nooit gebeurd. Dat is het bewijs. Mijn armband is vervloekt. En nu zie je dus ook dat het echt niet mijn schuld was. Die armband is nog sterker dan de wetenschap. Dan doen we het maar op de onwetenschappelijke manier. Die armband had je nooit eerder ongeluk gebracht, of wel? Je bedoelt voor de modeshow van vanochtend? Nee. Aan welke theorie denk je nu, Polly? Er moet iets gebeurd zijn tijdens de modeshow, waardoor Laila nu ineens al deze problemen heeft. En dat moeten we dus ongedaan maken. Ja! Maar hoe? Door precies hetzelfde te doen als vanochtend. Maar dan omgekeerd. Het enige wat we hoeven te doen is zorgen dat alles hetzelfde wordt als hoe het was. En dat is... onmogelijk. Sorry, Polly. Niets is opgewassen tegen het ongeluk van mijn armband. Hey, jij bent degene die in geluk gelooft. Nou, ik geloof dat niets echt onmogelijk is zolang je je fantasie maar blijft gebruiken. Oké, wat is je plan, Polly? Chrissy, jij en Lea zoeken een andere plek voor de show. Een plek met een podium en lichten. Shawnee, jij regelt het publiek. Willen jullie dat echt allemaal doen? Voor mij? Na al die problemen die ik... Ik bedoel, die mijn armband heeft veroorzaakt? Natuurlijk! Ja, ik bedoel, we zijn dan niet perfect. Maar wat moet je met perfectie als je ook vrienden hebt? En zo zijn we weer aanbeland in het nu. Snap je? Ja, ziet er goed uit. Tot ziens allemaal. Dit was de allereerste jaarlijkse Pollyville achteruitmodeshow. Een applaus voor onze modellen. En daar gaat de grote ster van onze modeshow, Laila. Laila? Ik durf niet. Niet met al die mensen. Ze kunnen je niet eens zien, joh. Ze zitten toch allemaal met de rug naar je toe? Oh, maar hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb echt zoveel pech vandaag dat ik niet eens perfect vooruit kan lopen. Je hoeft niet perfect te zijn als je vrienden hebt. Ik kan het niet. Die pasjes waren weer niet perfect. En dat is fantastisch. Waarom is dat fantastisch? Er is al iets misgegaan, waardoor het nu zeker niet meer perfect wordt. Dus er is nog maar één ding dat we kunnen doen. Plezier maken. Maar met mijn armband kan dat niet. Jij gaat niet opgeven, denk ik zo. Als je valt, vangen wij je op. Probeer het. Doet ze nu echt een gekruiste overstap? Nee, ze doet een gekruiste overstap achteruit. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Nou, zo te zien wel. Het is gelukt. Ik bedoel, het was dan wel niet perfect. Maar het was fantastisch. Inderdaad, dat is waar. Ik heb de armband verslagen. Hé, moet je dat nou zien? Hij is weer losgeraakt toen ik viel. Weet je, ik betwijfel eigenlijk of dit ding me echt ongeluk heeft gebracht. Denk je van niet? Maar wat heeft de problemen dan veroorzaakt? Ik denk dat ik het zelf deed. Ik dacht altijd dat ik perfect moest zijn. Maar weet je wat? Je hoeft niet perfect te zijn als je echte vrienden hebt. Ik hoopte al dat je dat uiteindelijk in zou zien. Niets is namelijk echt onmogelijk, zolang je maar je fantasie blijft gebruiken. Dan kun je zelfs de gekruiste overstap doen. Oké, misschien moet je niet alleen fantaseren, maar ook een klein beetje oefenen.